Goedendag kijkers, ik ben Ivan Tayapin en vandaag ben ik hier in Rotterdam. We gaan namelijk een bezoekje brengen aan de kandidaat van GroenLinks, namelijk Lies Roest. Lies heeft heel Nederland gechoqueerd met haar foto in verschillende kranten. Een hele speciale foto, daarover zal ze ons nog meer vertellen. En kom met me mee, want we gaan even aanbellen bij haar. Zo, Lies Roest, hoe gaat het met jou? Ik ben helemaal naar Rotterdam gekomen om jou te interviewen, want je hebt heel Nederland gechoqueerd met je foto in de krant. Nou, ik weet niet of het heel Nederland was, maar in ieder geval wel een hoop mensen. En ik vind het een eer dat je hier bent. En die foto, wat houdt het allemaal in en wat betekent dat voor jou? Een campagne doen voor GroenLinks. En op die manier natuurlijk, want misschien moet je de kijkers eerst vertellen hoe je die foto hebt gemaakt en wat je allemaal hebt gedaan. Nou, het was eigenlijk heel simpel. Ik was bij een vriendin van mij die fotograaf is, Vrouwkje heet ze. En we wilden graag een foto maken voor mijn huis, voor mijn Facebook, voor mijn persoonlijke campagne. Om te laten zien wie ik ben en waar ik voor sta. Nou, bij de meeste politici hebben een simpele portretfoto op hun huis. En vond ik een beetje saai, dus we wilden een andere foto maken. Iets dat een beetje de aandacht trekt en iets dat een beetje spannend is. En iets dat ook een beetje is zoals ik ben. Nou ja, en toen zijn we uiteindelijk op deze foto uitgekomen. Mooi. En waarom GroenLinks? Waarom heb je voor GroenLinks gekozen? Hoe lang ben je ermee bezig? Nou ja, GroenLinks is eigenlijk al heel lang mijn partij. Ik ben sinds mijn 18e al lid. En ik heb politiek altijd al interessant gevonden, vanaf dat ik een klein kind was. En GroenLinks is gewoon een partij die bij mij staat, bij mijn idealen. Aan de ene kant omdat groen, duurzaamheid en milieu heel belangrijk zijn. Zodat we deze wereld ook voor de volgende generaties leefbaar houden. Maar vooral ook, en dat is een punt wat ik zelf heel belangrijk vind, omdat GroenLinks echt pal staat voor de grondrechten en de grondwet. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, gelijkheid vooral. Gelijkheid, vrijheid van godsdienst. Dat zijn rechten, dat is echt de kern van onze samenleving eigenlijk. Hey, ik zie ook op je website dat je ook schrijft over kunst en cultuur. Wat wil je dat? Wil je iets in Rotterdam daarmee doen? Gaat het nu niet goed in Rotterdam? Nou, het gaat al heel goed in Rotterdam, alleen dat moeten we zo houden. En dat is eigenlijk vooral waarvoor ik me wil gaan inzetten. We gaan de komende 4 jaar een moeilijke tijd in met de kredietcrisis en dergelijke. Gaat er veel bezuinigd moeten worden de komende jaren. GroenLinks zegt ook in crisistijd gaan we niet bezuinigen op cultuurbeleid. Want cultuurbeleid is juist onze stad zo leuk, zo bruisend en zo fijn maakt eigenlijk. En zeker, Rotterdam is een wereldstad. Hier voel ik me helemaal thuis, ja. Dit zijn mijn leukste dagen of avonden van de week. Niet alleen in de grote instellingen, hè, natuurlijk. Ik bedoel de musea en de grote schouwburg en dergelijke zijn belangrijk voor Rotterdam. Maar juist ook die kleine kunstenaars, de nieuwe initiatieven die ergens in de wijk zitten waar misschien niet iedereen van gehoord heeft, maar die wel iets heel vernieuwends doen. Daar moet je ook aandacht aan geven. Ja, hoe lang ken je Lies al en wat doet ze, wat betekent ze voor jou? Ik ken Lies heel lang. We hebben zelfs Suriname met elkaar meegemaakt. En Lies is gewoon een heel lief en oprecht persoon die echt keihard bewerken voor waar ze in gelooft. Ik zou het heel leuk vinden in de gemeenteraad te komen. Niet alleen omdat ik het gewoon zelf graag wil. Maar ook omdat ik eigenlijk een beetje wat leven in de brouwerij wil brengen. In de gemeenteraad zitten nu, de gemiddelde leeftijd is denk ik rond de 50 of zo. Er zitten heel veel. Er zitten dus geen jongeren erin of zo? Er zitten een paar jongeren in, maar niet genoeg. Ik vind dat er wat meer jongeren en wat meer vrouwen, maakt niet uit. Maar gewoon wat meer verschillende mensen in moeten komen. Als je naar de gemeenteraad kijkt, meer dan de helft zijn een beetje saaie mannen in grijs pakken. En ik vind dat wel wat meer types zoals jij en ik in mogen komen. Zo kijkers thuis, we zijn aan het einde gekomen van deze leuke avond. Lies, heb je nog wat te zeggen aan de kijkers thuis? Nou, als ik toch iets laatste mag zeggen. Ik heb genoten vanavond en ik hoop dat jullie allemaal gaan stemmen op 3 maart. Ik hoop natuurlijk dat jullie op GroenLinks gaan stemmen. En als je dat toch doet, stem dan op mij. Dus kies Lies, lijst 6, nummer 6. Ciao. Dankjewel Lies, ik heb echt genoten. Zo kijkers, we sluiten af vanuit de Witte de Witstraat, Bar P. Ik ben Ivan Tayapin en ga naar de stembus. Aanstaande woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als je iets wil uitmaken, ga stemmen. I see you next time. Bye. Doei.